hebben echt gewoon, ik weet niet hoeveel stappen we terug zijn. Dat is gewoon, dus het is nu om met de burgemeester en wie dan ook te praten van, deze jongens moeten gewoon hun stem kunnen laten horen, want het is van belang. Mag ik vragen wie u bent? Hart van Nederland. Wat vinden jullie hiervan? Het is gewoon belachelijk. Het is belachelijk gewoon dat mensen die gewoon op een vreedzame manier gebruik maken van hun rechten, dat zij worden gewoon op deze manier, hoe zou ik zeggen? Dat wij worden tegengewerkt. Ik kan het wel verwachten van een tegendemonstratie. Demonstranten, eigenlijk zijn geen tegendemonstranten. Dit zijn gewoon rechtschoppers, want ze hebben geen doel, ze hebben geen visie. Wij hebben een visie, wij willen gewoon een veilige Nederland voor alle Nederlanders. En dat de politie met ze gewoon aardig staan te praten en zo. Terwijl we weten, terwijl als wij met een t-shirt gewoon vreedzaam stilstaan, krijgen wij gewoon iets van 200 tot 500 politie over ons heen. En dan zie je hier snelweg stilgelegd. En die mensen kunnen gewoon hun gang gaan. En dat heeft puur te maken met het feit dat zij niet mijn huiskleur hebben. Want als ze mijn huiskleur hadden, als gewoon zwarte mensen dit hadden gedaan, weet ik zeker was er andere uitkomst geweest. En het was al lang de weg vrijgemaakt. En nu willen zij voor zorgen dat wij niet onze dingen demo kunnen houden. En dan geven ze die mensen gelijk. Weet je wat dat betekent? En dan wordt democratie gewoon de nek omgedraaid. Want dat is wat het betekent. De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat wij onze stem kunnen laten horen. En als ze dat niet doen, en dan is gewoon, en dan is gewoon een schande, wil ik niet eens zeggen, is het zachte woord voor je. Wat doen deze andere demonstranten, zeg maar? Ze zijn geen demonstranten, ze zijn rechtschoppers. Ze komen gewoon de boel verzieken. En ze zeggen ze doen het in de naam van kinderen. Dat is mahula, dat is bullshit. Maar ze doen het niet voor de kinderen. Ten eerste, als je voor kinderen bent, ben je voor alle kinderen. Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan jullie doen? Wij gaan protesteren. Linksom, rechtsom. Steen 2. Wie ben je? Waar zijn we hier en wat doen we hier? Nou, ik ben Jan. Ik woon in Friesland. En we hebben zojuist alle bussen aangehouden met anti-Zwarte Piet demonstranten. En waarom doen jullie dat? En waarom hier? Nou, wij vinden dat Zwarte Piet hoort bij ons land, onze cultuur. Het is een traditie. En als er een paar klein groepje mensen denkt van we willen niet dat ze hier komen, dan hebben die pech, houden wij hun tegen. Ja, zo werkt het. Maar jullie houden niet alleen die bussen tegen, maar het hele verkeer staat vast. Nou, als je aan de andere kant ziet, daar is ook file aan de andere kant van de weg. Die mensen die toeteren zo nu en dan. Dus de meeste mensen zijn het helemaal met ons eens, staan helemaal achter ons. En waar komen deze mensen, deze anti-demonstranten allemaal vandaan? De anti-demonstranten die komen voornamelijk uit Friesland. En de anti-demonstranten die komen uit Noord-Holland voornamelijk. En wat zijn jullie van plan? Hoe lang blijven jullie hier staan? Nou ja, ze hebben alle kentekens genoteerd, dus als we een boete krijgen, hebben we hem toch al. Dus we laten alles nog staan. We zien het wel. Ja, wat mij betreft tot de Sinterklaasintocht gebeurd is, maar zover zal het wel niet komen, denk ik. Nee, want er komt ook steeds meer politie, er is een helikopter. Wat verwachten jullie dat er gaat gebeuren? Nou ja, wij verwachten dat ze straks zeggen van we moeten... Ik denk dat ze straks zeggen van jullie moeten gaan rijden. Maar we gaan het afwachten. We blijven eerst gewoon staan en dan gaan we langzaamaan rijden. Ja, de automobilisten worden ook geïrriteerd. Die hebben hier niks mee te maken. Die rijden al door de berm. Ja, toevallig nu een paar. Maar die willen we ook niet pakken. En de meeste daarvan die vinden het ook niet erg. En dan rijden ze maar even een paar kilometer om. De bussen staan in ieder geval stil en dat is het belangrijkste.